Welkom bij de vijfde Lectio Divina over de teksten uit het Bijbelboek Job. Ik nodig u weer uit om goed te gaan zitten op uw stoel, rustig in en uit te ademen, pen en papier bij de hand te hebben. Aan het begin van deze Lectio luisteren we naar een lied van Thésée. Ik wens u toe dat het u helpt om te komen in het hier en nu. Om alles wat geweest is even los te laten. En om u even geen zorgen te maken over alles wat nog komt, over alles wat nog moet. Luisteren we nu naar het lied uit Thésée. We lezen vandaag Job 29, de versen 1 tot 3 en 11 tot 18. Dit gedeelte maakt deel uit van het laatste antwoord dat Job aan zijn vrienden geeft. Hij verlangt erin naar de tijd dat God over hem waakte, spreekt over alle goeds dat hij voor anderen deed. Het liefste zou Job God voor de rechter dagen om zijn onschuld te bepleiten. Maar God zou dan aangeklaagde en rechter tegelijk zijn. Mooi vind ik het dat Job hartstochtelijk trouw blijft aan zichzelf. Al dit lijden heeft hij niet verdiend. Het kan geen straf zijn
voor onrechtvaardig handelen, want hij is een leven lang trouw geweest aan God en goed voor de meest kwetsbare mensen. We lezen de tekst uit Job 29, de versen 1 tot 3 en 11 tot 18. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug, de dagen dat God over mij waakte? Zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Wie mij hoorde, prees mijn woord. Wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Degenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinden was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen, en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk, en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Woord van de Heer. Wij danken God. Om de tekst nog iets meer tot ons door te laten dringen, lees ik u hem nogmaals voor. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug, de dagen dat God over mij waakte? Zijn lamp scheen boven mijn hoofd. Zijn licht wees mij de weg door het duister. Wie mij hoorde, prees mijn woord. Wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Degenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinden was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen, en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk, en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Woord van de Heer, wij danken God. Wat heb je gehoord? Wat betekenen de zinnen? En welke woorden raken je het meest? Lees in de stilte de tekst nog eens door en luister naar wat de woorden oproepen. Vreugde, irritatie, hoop, woede, liefde, ontroering, verwarring, vrede. Schrijf de woorden op die er voor jou uitspringen. En herhaal die woorden. Proef ze. Herkauw ze. Neem hier de tijd voor en zet de opname maar even stil. Welkom terug bij de Lectio. We lezen de tekst uit Job 29 nogmaals. En Job ging verder.
Wie geeft mij de tijd van vroeger terug, de dagen dat God over mij waakte? Zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Wie mij hoorde, prees mijn woord, wie mij zag, verkondigde mijn lof, want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Degenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinden was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor de behoeftigen, en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk, en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Woord van de Heer. Wij danken God. Ken jij dagen waarop je God ervaarde als heel nabij? En wat heb jij in je leven voor een ander gedaan? Job verwacht een lang leven van God en welgesteldheid. Maar wat verwacht jij van God? Leg in de stilte alles wat je bezighoudt bij God neer. Zet de opname weer even stil om over deze vragen na te denken. Een laatste maal lezen we Job 29. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug, de dagen dat God over mij waakte? Zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Wie mij hoorde, prees mijn woord, wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Degenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinden was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen, en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk, en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Maak het weer stil in jezelf. Luister naar wat God tot jou zegt met deze Bijbeltekst. Misschien komt er nu een woord in je op, of schieten je mensen te binnen. Luister en neem de tijd om te luisteren. En sluit dit gedeelte af met een gebed. Dank God bijvoorbeeld voor een gedachte die je te binnen is geschoten. Of bid voor de mensen die op je netvlies zijn verschenen. Ook kun je één woord dat belangrijk geworden is herhalen, zodat het een gebed wordt. Zet de opname maar weer even stil.
Ik hoop dat u iets heeft mogen ervaren van woorden aangereikt door God aan u, door middel van de Bijbeltekst en het herhalen van die tekst. Laat de belangrijkste woorden die je hebt ontvangen vandaag met je meegaan door de dag. Bidden we dan ter afsluiting samen tot de Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als u wilt, kunt u nog luisteren naar het afsluitende Tezee-lied.